Yo mensen, tot deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy 1999. We hebben daar weer de nieuwe Spelers mode bij natuurlijk Excel. Want daar zijn we natuurlijk spelend. En we gaan vandaag de wedstrijd starten tegen AZ. De aflevering starten met de wedstrijd tegen AZ. Deze aflevering: drie wedstrijden op het programma en nog een paar wedstrijden die wij gaan simuleren. En nog wat andere dingetjes, maar dat gaan jullie zo meteen zien. De spelers komen het veld op hier. De topscorer tot nu toe. In de Eredivisie, divisie. Reda kijk ja, nog een keer zijn voornaam Reda. Wel zo makkelijk de Eredivisie topscorer tot nu toe bij, Fijn, bij Excelsior, bij Feyenoord ook zeggen. Maar er gaan misschien veranderingen komen. Daarover later meer. Qua zijn basisplaats. Spelers komen het veld op. We, zijn, we gaan beginnen aan de wedstrijd. Excelsior Asset. En wel het eerst voor de aftap voor de Alkmaarders. Hier de bal voor de wit. Excelsior wel met de druk natuurlijk gelijk allemaal het begin van de wedstrijd. Carson, Pavides. Goed onscheppen van Excelsior. Ik misschien ik een aanval nu met uh, fokker. Kunnen wij de paas goed geven? Ja, dat doen we. We in een keer door. En dan de paasjes die gaan. We fokker. Goede paas. En dan komt er een kans. Doelpunt. Nee, in de rebound zit er ook niet in van van Duinen. Zo blijven we het volgens nog 0-0. Ondertussen de 23e minuut van steeds die 0-0 stand. Pavides, Reinders. Reinders, weer AZ. Pavides, oppassen nu. Pavlides. Pavlides. En die zit erin. Het is het de 1-0 voor AZ. En dan is het uh, ja, de voorsprong voor Alkmaars. In deze uitwedstrijd. Nog wel een dompeltje tot nu toe. Hopelijk dat ik Celsior er meer van kan maken nu. Ajoep. Jacina ik Richting Wesley. De ene keer noem ik mijn voornaam, de andere keer doe ik de achternaam. Nu is de voornaam dus Wesley hier. Goede paas, jazeker. Richting de topscorer van de Eredivisie. Die de bal wel weer kwijt. Hij speelt niet zo'n lekkere wedstrijd tot nu toe. Deze wedstrijd ook in Interland. En ja, ik zou het maar gelijk zeggen. We gaan een positiewijziging doen. In plaats van linksvoor worden we een spits. En dat heet dus de kosten van de spits die dus nu topscorer is in de Eredivisie. Want die gaat er dus uit. En wij worden dus de nieuwe spits van Excelsior. Maar wat ook minder is, is dat we er voor de volgende niet de aankomende in Interland... Maar de volgende in het land worden we niet opgeroepen. Dat is wel een nadeel nu. Maar goed, hopen dat we ons snel weer in de kijker kunnen spelen voor het Nederlands elftal. En ik denk ook al voor in de winterstop een transfer. Tenminste, dat is mijn vraag aan jullie. Willen jullie dat ik al in de, trend, in, in de, in de winterstop al een transfer maak? Willen jullie dat ik al in de winterstop dus een, 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 of een transferverzoek indien om te vertrekken? Want we zijn nu, door die positiewijziging worden we 75 algemeen. En dat is voor Excelsior best een hoog, uh, hoge uh, algemeen. En als we sowieso weggaan, heb ik natuurlijk al gezegd, gaan we in Nederland de stap maken. Zo niet blijven bij Excelsior. Is misschien wel makkelijker gezegd dan nou gedaan. Want als je op een gegeven moment heel hoog bent, dan ja, is die meer realistisch. Dus ik, ga, ik hoop gewoon dat we een aanbieding krijgen uit Nederland. Anders in België zou ook kunnen Een beetje lage ploegen, niet gelijk een topploeg. Hier komen we wel op een gelijk maken: 1-1. Die, die topscorer die het toch weer laat zien. En dan is het weer de tweede in de tweede helft gelijk maken, dus voor, uh, voor Excelsior. Maar goed, dat is dus de vraag aan jullie. Moet ik. Uh, uh, nog blijven dit hele seizoen, of moet ik in Winterstop al een transfer uh, indienen? Laat het weten in de reacties. Dan ga ik daar misschien, ja, ik hoop de volgende aflevering, dat, het, dat ik op tijd daar de reacties voor krijg. Nee, denk ik denk het niet. Dus dan ga ik daar volgend weekend aan beginnen, want ik ga de video van morgen ook al opnemen. Tenminste, die is al opgenomen uh, gisteravond. Hier komen wij op voorsprong. Van Duinen doet het. En zo is het in minuut 54, de 2-1 voor Excelsior. Na een achterstand is het toch ja, knap. Omgebouwd naar een 2-1 uh, voorsprong. Perfect gedaan door Van Duinen. En de voorsprong staat nu. Dus het laatste kwartier. Excelsior is uh, meer in aanval. Meer positieve gevoel naar overhouden Aan die twee doelpunten. En wij geven de bal nu goed af. En dan is het weer Van Duinen die het doet. Mike Van Duinen twee keer. Wij geven weer een goede paas. En dan is het 3-1. En dan ja, is het eigenlijk klaar. AZ lijkt te verliezen. Waar het dus eigenlijk had moeten winnen. Want ja, ze speelden beter dan ons. Maar ja. Dat zegt niet altijd alles. Het gaat om de doelpunten. En dat had dit keer Excelsior meer. 3 Az. 1. Az is natuurlijk nog niet klaar met aanvallen. Maar het is hier wel een feit dat nu voor Excelsior. Klaasje naar de kant. Barassi is zijn vervanger. Hier wel voor Bassoer. Maar het is Indy. Fijn hoor. hier voor Van Duinen. Fokker, komen we er langs? Nee, daar komen we dus niet langs. Of dan komen we wel langs? De voorzitter komt en dan de kopbal die totaal uh, niet goed is. Wat doen de nou van de doelman? Azour. Maar Indi. De Wit. Ayoub. Hier nu uh, weer de kans voor ons, maar die krijgen we helaas niet in. En dan gaan we denk ik de wedstrijd afsluiten met een overwinning. Wordt het misschien nog meer? Van Duinen, hier dan Wesley. Ja, we mogen nog scoren. 4-1. En er is helemaal geen twijfel meer over mogelijk wie deze wedstrijd gaat winnen. En dan mogen wij ons doelpunt ook weer bijschrijven. En dan is de wedstrijd klaar. Dan nog een wissel. Nou, dan zou je denken, waar is die wissel dan nog voor? Dat vraag ik me eigenlijk ook af. Maar goed, het kiest er wel voor. Maar ja, het is dus de 4-1 overwinning. Ik doe dus goede zaken hier eh, thuis in eigen stadion. Dan gaan we kijken... Wat de Interlandwedstrijd gaat worden. Want we hebben Interlandwedstrijd. Ik zei het al. We zijn natuurlijk. We zijn aanvoerder. Oh ja, dat is ook leuk. We zijn aanvoerder gemaakt in deze wedstrijd. Misschien door een wissel. Maar wel voor het eerst de aanvoerdersband om. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Een uh, goed gevoel voor uh, de spits van Jor. Uh, Wesley Fokker. Wesley 1,1, 9,1. Goede wedstrijd gespeeld. Dus uh, we gaan nu door naar de wedstrijd. Uh, tegen Denemarken. Want het is dus de wedstrijd daar. Komt de Interlandwedstrijd. Denemarken-Nederland. En we zijn aan het begonnen hier in denemarken we gaan het zien of nederland gelijk goed van start kan gaan wesley we geven een goede paas op onze medespeler uiteindelijk is de bal toch weer voor uh, denemarken wesley is met de druk Onderschept nu door de roon goed Maarten de roon. wesley wesley en uh, de redding van uh, renault Kwartier gespeeld, hoekschop voor uh, het Nederlands elftal. Frenkie de Jong met hoekschop, Wesley met de kopkans. Koppen we hem een soort van door. Schot dan weer geblokt. Bal hier voor Dansgaard. Tukken te zet goed gedaan door Steven de Vrij. Bal binnengehouden. Frenkie de Jong, Wesley, Koopmeiners. Wordt van de bal gezet door Eriksen. Bal dus het blijft wel voor het Nederlands elftal nu. Wesley. Komen we daaruit. Totaal verkeerde paas, hier De bal weer voor Damsgaard. Weer onderschept. bal weer voor het Nederlands elftal. De licht. Dat is een goede paas van Matthijs de licht. Wesley. Dan kunnen we op de flank die bal voorslingeren. Dat doen we ook. En dan Memphis. En het is 1-0 voor het Nederlands elftal. Memphis de paai maakt hem. Zo zit hij oranje op een 1-0 voorsprong. Memphis de paai. Nummer 14 in dit oranje. En de 1-0 voor het Nederlands elftal. ondertussen de 37 e minuut. Zo vlak voor rust. Hier waar Wesley dus weer het bal bezit heeft. Kunnen we eruit komen? Op zoek naar de ruimte. Op zoek naar het schieten. En het lukt ook. 2-0 voor het Nederlands zelftal. En dit keer mogen wij het doelpunt maken. Het is niet, is het nou, hebben we wel eens vaker gescoord? Ik heb geen idee eigenlijk. Het is wel een doelpunt voor ons in Oranje. En dat is natuurlijk het mooiste wat er is scoren voor je land. En dat lukt dus hier, Wesley. Als geen ander. De eerste helft die er bijna op zit. 2-0 dus voor het Nederlands zelftal. Hier de bal voor Wesley. Kunnen we daar meer mee? Een steekpas. Ja, bal kwijt. Christensen. Hooyenberg. Koopmeiners. Memphis Depay. Raakt de bal kwijt. Denzel Dumfries. Wesley. Goede steekpas. Nu bal over de lucht naar Wijndal. En uiteindelijk de bal opnieuw voorgegeven. Maar weggehaald. Maar de extra tijd erin dus gaat. En dan gaan we rusten bij een stand van 2-0. Memphis en Wesley met hun doelpunten. En gaan we kijken of de tweede helft ook goed gaat aflopen. Die ga ik snel simuleren. Ik heb er een goed gevoel bij bij dit Nederlands elftal. Uh, we gaan het zien hoe dat gaat aflopen, deze wedstrijd, naar de uitslag. En we hebben het nog met 2-0 gewonnen ook. We hebben dus de winnende doelpunten gemaakt. En dus een hele goede wedstrijd gespeeld. We zijn aan niveau 10. Kunnen we weer wat uh, punten toevoegen, skill points toevoegen. En daardoor ben ik gaan kijken. Ik dacht van ja, hoe kan ik me algemeen omhoog krijgen? Nou. Een positiewijziging is dus geworden. Ik ga van een, een links voor, of was er nou links voor? Rechts voor waren wij. Ga ik naar een spitspositie. Dus um, ja, ik probeer ergens anders de punten weg te halen om daar weer bij te zetten. Dat hielp niet echt. Dus ik dacht van: Ja, weet je, ik ga gewoon mijn positie dus wijzigen. Even kijken waar ik dat ook al is. Even ja, de snelheid even daar afhalen. Dan heb ik weer punten over. Dat heeft ook nog niet, nog niet echt geholpen. Maar goed, we gaan dus nu even de positie zo meteen wijzigen. Deze doen we snel simuleren. 2-2 tegen Roemenië. Twee redelijke goede interlandwedstrijden. En dan gaan we dus door nu naar de wedstrijd tegen Go Eagles. Uh, Halloween, oh ja, dat is ook een nieuw dingetje. Halloween voor het goede, goede doel of Halloweenfeestje Halloween feestje voor je team. Ik besloot het doen voor het goede doel. En zo gaan we dus ook het nieuwsberichtje zo meteen zien. Dat is ook ja, nieuw in dit FIFA. Dat is wel vet gedaan. Nou, verjaardag kunnen we niet doen, want er zoveel geld hebben we dan nog niet. Om dat te vieren. Even kijken hoor. Dan moet ik naar. Ja, waar moet ik dan ook heen? Oh, spelen bewerken. Ja, spelen bewerken. En dan positie. En dan dus een spits. En dat betekent dat ze nu qua algemeen 75 zijn. En dus wel nog steeds in de belangstelling. Staan of gewoon, ik bedoel, in de belangstelling in de basiselftal. Het is Halloween bij Excelsior Rotterdam. Voetbal. Kan... Ja, lees maar even hier op een gemaakt door. Zet maar even op pauze. Het is allemaal uh, te snel om dat uh, voor te lezen. En we gaan door wat het wordt tegen, uh, het wordt tegen uh, ex, de. Kijk wat tegen Niet tegen Excelsior. Tegen Goet verliezen wij. Met 2-1. Met Excelsior. Dus dat is wel wat minder. Een domper tegen. Uh, de, 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 de ploeg uit Deventer. Nu Cambuur. En dan. Wonendam ook nog. Eerst maar even kijken. Wat we doen tegen Kambuur. Excelsior cambuur Deze wedstrijd gaan wij uh, hopelijk winnen. We gaan het zien hoe dat gaat aflopen. We staan voorin. Dat is ook Milovanovic. Milo eh, met ons voorin. Dus niet de topscorer. Daar staan wij dus in de plaats voor. En we gaan het zien of wij deze wedstrijd tegen Cambuur. Tot een goed eind kunnen brengen. We mogen wel de afstand nemen. Dus we gaan het zien. Wesley. Richting. We eh... spelen hier de bal voor. Azakhan. Azakhan. Wesley. Goede steek, Paas, zeker. Milanovic, voorzet. Schot geblokt. Bal weer voor uh, Kambuur. Fijn. Goed. We halen die ja, goede dooractie uh, van uh, de spits. En dan schieten we hem binnen. En dan is het de voorsprong van 1-0. Mogen we voor het eerst scoren op een nieuwe positie in de spits. En dan is het ja, 1-0. Goed gedaan. De spelers vieren het feestje mee. supporters zijn uitzinnen van vreugde. En we komen op een 1-0 voorsprong. Tussen de 34e minuut. Maar nog steeds de 1-0 voorsprong voor Excelsior. Hier de bal voor Cambuur. Van de water. Wordt van de bal gezet. De bal tot door van, uh, van, van Wemekerken. Komt hij er langs. Dat lijkt volgens nog wel. De kans voor Sikan En dan is het ook het doelpunt. En dan is het helemaal weer een gelijkmaker. 1-1. Dan kan het raar lopen. Marcello en Wesley richting eh, Arsakan. Asakan. Wesley vinden elkaar goed. Ja, de man die nu dus in de basis staat, omdat wij dus nu spits zijn, is Asakan weer van de partij als een linksvoor. bij natuurlijk zijn positie hier ingevuld de laatste tijd. In de beginfase van dit seizoen. Nu dus zijn we langzaam naar de spits gedrongen. Hier boven van de water. Nu komt Kambure weer uit. Tenminste, dat proberen we. We proberen ze. Bestie, goed. Dan komt langs man. Dzvaniovitsj. Kunnen we de voorzet geven dan? De rust kans voor een voorsprong. Ja hoor, het is uh, Azarkan die scoort en dan is het de twee in voorsprong voor Excelsior. En dan is het uh, ja twee spelers die uh, eentje komt uit Utrecht, eentje komt uit Rotterdam. Azarkan, oud Feyenoer. Of nog steeds Feyenoer is geleend aan Excelsior. Ondertussen pas de laatste 10 minuten waar nog steeds 2-1 staat, waar we op jacht gaan naar die 3-1. Maar het blijft voor ons nog een 2-1 uh, voorsprong. En die is dan een vrije trap, uiteindelijk voor uh, Kambuur. Maar uh, ja, we hebben heel lang moeten wachten, heel lang stilgelegen, of stilgelegen, heel lang stil geweest de wedstrijd. Niet echt bijzondere dingen gebeurd. Ja, waardoor het dus gewoon nog steeds 2-1 staat, waar de wedstrijd dus bijna geëindigd is. Hoedemakers. Van Wemmerskerke. Van der Water. Komt daar langs. Van der Water. Hoedemakers. We oppassen nu voor Excelsior. joh. Hoedemakers. Maloen. Laatste minuut gaat in. Hoeveel extra tijd gaan wij krijgen in deze wedstrijd? De extra bedraagt maar één minuut. Maar in één minuut kan er veel gebeuren. Van der Water, goed onderschept door Marcello. Lamprou. En dan is het klaar. We winnen met 2-1. Met maar 2-1 vlak voor ons dus beslist. Wesley en Asa kan met een doelpunt. En zo uh, doen we dus goede zaken hier in Rotterdam. De thuiswedstrijd winnen wij met 2-1. Dit keer geen aanvoerder, maar wel dus een win. En dat is natuurlijk het uh, allerbelangrijkste. Nu de pot tegen FC Volendam. Die uh, op het programma gaat staan. We gaan zien wat dat gaat worden. 1-1 Sparta-Fortuna. 0-0 groningen Goed. Dat zijn niet een lekkere wedstrijden. man van de wedstrijd, dat zijn we wel. Met een doelpunt en een assist. Dat is een heel erg belangrijk geweest. Even training doen. Gaan we dan al nu naar 12? Nee, nog niet. Dat doen we denk ik de volgende training. Uh, Volendam is de volgende tegenstander. En daarna Feyenoord. Dus die gaan we Feyenoord gaan we spelen. Volendam besluit ook om te gaan simuleren. We gaan het zien. Snel simuleren tegen Volendam. Dit wordt een 3-1 overwinning. Kijk, dat willen we zien. Dat willen we zien. We hebben niet gescoord, maar we hebben gewonnen. Dat is natuurlijk ook mooi. En zo gaan we dus met een goed gevoel naar de wedstrijd tegen Feyenoord. De wedstrijd die we natuurlijk willen winnen. Hè. We willen ons laten zien tegen een ploeg waar wij ooit naartoe willen. We spelen thuis in eigen stadion, dus tegen Feyenoord. We kunnen nu trouwens weer wat punten toevoegen aan, onze, aan de skill points. Dus hopen dat dan weer iets omhoog gaat. Zo vraag van een andere wedstrijd. Korte paasjes doen we dan zo. En dan zijn we nu 76 algemeen. Kijk, het gaat wel aardig goed. Dus we moeten wel, denk ik wel, een transfer maken. Ik zou zeggen, laat jullie nog weten wat jullie willen. Wat willen jullie transfers? Uh, wil, jullie dat, wil jullie dat ik vertrek in de winterstop? Laat het weten. De wedstrijd tegen Feyenoord op 6 november is voor jullie morgen in de aflevering. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Druk op de duimotie gedaan. Tot morgen weer bij een nieuwe Spelers Square Mode Geniet. Trouwens, van de wedstrijd van vanavond. Oh ja, je moet ook lezen boek van een clublegende. En uh, lezen het boek van een Renijk Ondernemer. Daar krijg je ook weer dingetjes voor. Maar goed. Geniet van de wedstrijd. Uh, feyenoord Fortuna. Dan zeg ik bedankt voor het kijken. Druk op de duimotie gedaan. Ik ga nu ook nog even een uh, dingetje doen, waardoor misschien ook wat beter wordt kopen een handgemaakte shirt en zeiden nog wat. Nou, ook top weer wat uh, punten erbij. In ieder geval nu wel bedankt voor het kijken en later, hi -hi -hi.